Vondel in de Brabantse gemeente Gemert is dit jaar de thuishaven voor de beste waterskikanonnen van Nederland. En eigenlijk zijn de nummers 1, 2 en 3 al voor het Nederlands kampioenschap bekend. De vraag is alleen in welke volgorde. Dit is Marco de Bruin, specialist op de slalom en tweevoudig Nederlands kampioen waterskier klassieke stijl. Het NK klassieke stijl bestaat uit de slalom, het figuurskiën en het schansspringen. Bij de heren is er al jaren een eentonige strijd tussen Dennis van Ooyen en de gebroeders Frank en Marco de Bruin. Het is ieder jaar weer de strijd en de jeugd komt op. Je voelt de hete adem in je nek. En het is wel een klein wereldje, maar de opkomst is goed van de jeugd. En het is toch ieder jaar weer spannend wie er na alle training weer het meest vooruit gaat. De waterski-hiërarchie bij de dames is eveneens niet verrassend. Vorig jaar behaalde Sharon van Ooyen, inderdaad de zus van Dennis van Ooyen, de Nederlandse titel. Want deze Marjolein Jongepier was toen aanwezig. Inmiddels is viervoudig Nederlands kampioene Sharon van Ooyen gestopt. En zo werd Marjolein Jongepier uit Schiedam dit jaar moeiteloos voor de zevende keer Nederlands kampioen. Blijkbaar is er geen serieuze tegenstand in Nederland. Maar internationaal gezien is er wel veel tegenstand. Op de Europese zijn er heel veel verschillende landen. Dus daar wordt het hoop op een finale plaats en misschien een medaille. Jongepier doelt op het EK in augustus in Griekenland en het WK in september in Florida. Waar ook de Nederlandse herentop te bewonderen is. Dit is Dennis van Ooyen. Hij is dit jaar voor de vierde keer Nederlands kampioen geworden. Hij is 27 jaar en al vanaf zijn zevende bezig met het vertonen van kunsten op water. Hij denkt aan stoppen om zich te richten op zijn studie bedrijfskunde. Maar dit jaar is hij beter dan de eeuwige rivalen, de familie De Bruin. Het gaat gewoon voor de beste resultaten en de beste wind en we helpen elkaar allemaal eigenlijk. Het is gewoon meer vriendschap dan concurrentie eigenlijk.